ben Padmini Kruidwagen. Ik werk als communicatiemanager voor het netwerk Filmeducatie. Dat georganiseerd wordt door het AIE Filmmuseum. Het is een heel leuk netwerk met 200 leden. Leuk omdat het ook heel divers is. Van filmmakers tot leraren, lerarenopleiders. En we hebben als doel om zoveel mogelijk leerlingen in Nederland film te leren spreken. En dat klinkt misschien een beetje gek, film spreken. Maar daar is waar we ons voor inzetten. En daar wil ik straks wel wat meer over vertellen. Inclusie betekent voor mij ook veel. Of tenminste, ik ben er ook de laatste tijd veel meer mee gaan doen. Maar inclusie, mijn persoonlijke verhaal, is dat ik ook opgegroeid ben in twee culturen. Ik ben vanaf mijn zesde naar Nederland gekomen. En in Nederland heeft zich altijd ook gepositioneerd als een heel tolerant land. Nederland is ook wel tolerant. Maar dat betekent nog niet dat Nederland ook inclusief is. Dus bijvoorbeeld mijn ervaring is dat ik naar Nederland ben gekomen en heel erg mijn best heb gedaan om mij aan te passen. En dat heb ik ook goed gedaan. Maar in die aanpassing moet niet betekenen dat je ook jezelf verliest. Dus inclusie betekent ook dat je adaptief moet zijn. Maar het moet ook van twee kanten komen of van meerdere kanten komen. Want iedereen heeft wat te brengen en iedereen heeft wat te halen. En volgens mij kun je ook veel van elkaar leren. Ja, ik denk dat we inclusie bevorderen omdat filmeducatie bijdraagt dat je door de lens van een ander leert kijken. Dus dat je je wereldbeeld vergroot en verrijkt. En dat je ook echt alle vaardigheden mee hebt omdat je meer een inlevingsvermogen krijgt. Hoe een ander denkt of doet. Hoe filmbeelden zijn gemaakt, met welk doel ze zijn gemaakt. En film zien we als iets heel breeds. Dat kan een TikTok filmpje zijn tot een serie of echt een film. Ja, dus die definitie die hebben wij ook breder getrokken. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat jongeren of leerlingen, maar eigenlijk ook iedereen in Nederland, of iedereen zou moeten begrijpen, en ik zelf ook, want ik leer er zelf ook veel van met welk doel wordt iets gepresenteerd. Elk film heeft ook een narratief, het heeft een verhaal. En wie is de maker daarvan? Hoe ontleed je dat? Hoe is een verhaal opgebouwd? Nou, dus is dat heel analytisch. Maar je kunt dat al heel speels, al vanaf jongs af aan, dat meegeven en over een film praten, want een film roept ook emotie op. En een film kan ook een heel mooi middel zijn, of eigenlijk om een gesprek op gang te brengen. En je kunt daardoor dus ook moeilijke dingen bespreekbaar maken en ook dus elkaar beter leren begrijpen. Waar we ons op inzetten is deskundigheidsbevordering, of eigenlijk kennisdeling. Dus we willen eigenlijk zoveel mogelijk filmleraren voor de klas. Dus leraren die een leraar Nederlands, een leraar geschiedenis, een PO, een leraar in het primair onderwijs. Die leraren kunnen allemaal heel divers zijn, maar dat ze als extra soort kwalificatie of als vaardigheid hebben, dat ze heel bewust film inzetten in de klas. Om leraren goed te bereiken, want dat is echt wel onze specifieke doelgroep, dus moet je denk ik ook je goed inleven in het wereld van het onderwijs. Dus waar leraren tegenaan lopen, wat het verschil is tussen het primair onderwijs en het voortgezet of het middelbaar onderwijs, lerarenopleidingen. Voor mij, ik heb een achtergrond in culturele antropologie en in een museumachtergrond, maar onderwijs was best wel nieuw voor mij. En in de afgelopen 2 jaar heb ik daar ook meer van geleerd en weet je ook waar leraren specifiek tegenaan lopen. En dat is natuurlijk voornamelijk tijd. Maar we zijn wel heel erg betrokken. Het gaat misschien niet om de kwantiteit, maar wel om de kwaliteit waar je van kunt leren. Dat je mensen, die groep enthousiast maakt. En dat die weer andere mensen enthousiast maakt en dat mensen meeneemt. Dus wij investeren nu zelf niet bijvoorbeeld in flyers of brochures, wel in een website. Daar was ook al een hele discussie over. Moet dat geld daaraan uitgaan? Of moet dat geld uitgaan naar een module die je ontwikkelt voor in de opleiding? Dus gaat het uit naar deskundigheidsbevordering of investeer je geld in een mega website? Nou, mijn gouden tip is: blijf altijd nieuwsgierig voor de ander. Ik denk dat dat de basis is voor inclusie.
En bevraag de norm. En besef ook dat je zelf niet de norm bent. Ik denk dat dat... dat is ook wat we eigenlijk met het, met het netwerk doen. Maar dat is ook iets wat ik zelf... wat ik zelf eigenlijk ook... waar ik zelf ook achter sta. Of wat ik zelf ook belangrijk vind.